Oh, geweldig! Hallo! Hallo! Ben je ook aan het vloggen? Wat doe je? Hallo! Hallo, schat! Ben je ook aan het vloggen? Heb je er zin in? Ik heb er helemaal zin in. Nou, Port Ceylan is ook gearriveerd. Oh, wat een geweldig haar. Wat, dat willen we even bestuderen van dichtbij, hoor. Wat is dat? Zijn dat extensions of gewoon puur natuur? Het is gewoon puur natuur. Paars. Het komt zo uit mijn kop. Wat zeg je? Het komt zo uit je kop. Het komt paars uit je kop. Welkom, tof dat je kijkt. Dit is weer een nieuwe vlog. Ja, ik ben dit keer onderweg naar Centerparks Het Heiderbos, naar mijn lieve collega's daar. Want vanavond, heel spannend, we hebben er maanden, wat zeg ik, jaren naar uitgekeken. Vanavond is het zover, de grote grande première van de nieuwe highlight show van Centerparks. Wash-O-Matic heet die. Ga dat zeker zien. Ik heb wat foto's mogen zien al en het ziet er echt heel veelbelovend uit. Ik ga vooraf ook eventjes achter de schermen. Dus het team en de crew behind, dus eigenlijk ja, de makers van de show, even aan de tand voelen. Even voor de camera van deze ja, van de vlog halen om even wat vragen te stellen. Vinden we wel leuk en hopen dat we wat meer te weten komen natuurlijk. Dus ja, ik zou zeggen, ga maar mee richting Centerparks Het Heiderbos. Ja, nee! Oh, geweldig! Hallo! Hallo! Ben je ook aan het vloggen? Wat doe je? Hallo! Hallo, schat! Ben je ook aan het vloggen? Heb je er zin in? Ik heb er helemaal zin in. Nou, Port Ceylan is ook gearriveerd. Oh, wat een geweldig haar. Wat, dat willen we even bestuderen van dichtbij, hoor. Wat is dat? Zijn dat extensions of gewoon puur natuur? Het is gewoon puur natuur. Paars. Het komt zo uit mijn kop. Wat zeg je? Het komt zo uit je kop. Het komt paars uit je kop. Ja, dat is nou het leuke, hè? Alle parken, alle collega's van alle Centerparksparken komen hier vandaag dus bij elkaar om naar de show te komen kijken. Naar de première, Wash-O-Matic. En dat waren dus al een aantal collega's van Port Ceylan. Super tof, je hebt er ook heel veel zin in. Ik loop nu naar het Business Center, want daar zijn de laatste voorbereidingen bezig momenteel voor Wash-O-Matic, voor vanavond. En daar hoop ik eventjes wat teamleden en de crew te spreken en de makers. Dus loop even mee. Ja, ik sta inmiddels backstage bij waar op dit moment de laatste voorbereidingen getroffen worden voor de show. Hè, de nieuwe highlight show van Centerparks. En ik sta hier nu met Masha van Veen, medemaakster van de Centerparks show. Zeg ik dat goed? Ja, prima. Kijk, Masha, wat is je aandeel in de show? Wat doe jij? Ik doe de regie van deze show. En als we de show ontwikkelen, zijn we met een klein productieteam zijn we samen. Dat is Hecht Productjes en zij zijn met tweeën. En ik zelf samen, wij zorgen altijd dat we van tevoren gaan brainstormen. En dat we een heel verhaallijn gaan bedenken en uitwerken. En als we dat globaal of eigenlijk... Nou, globaal, vrij in detail eigenlijk al hebben. Dan gaan we uit elkaar met z'n drieën. Herwig zorgt dan voor de muziek. Gaat achter de muziek aan en maakt voor de muziekbanden. Wim gaat vervolgens de visuals bedenken. Dus dat wil zeggen, wat komt er op een videowall? Hoe zien de kostuums eruit? De decors en de requisieten. En ik ga me bezighouden met de hele verhaallijn. Dus ik ga alle scripts uitschrijven. Bedenken hoe ik overgangen kan maken, wie komt waar vandaan, mise-en-scène, dat soort zaken. En dan komen we vervolgens weer allemaal bij elkaar en gaan we alles in de detail oefenen. En vervolgens ga ik altijd met het pilotteam, het showteam, gaan we trainen. Dus dan gaan we het echt op de vloer vormgeven. Ja, en het pilotteam, dat is dan eigenlijk het team dat gekozen wordt, die voor het eerst dus zo'n show mogen opvoeren voor het publiek. Hè? Dat zijn eigenlijk de beste van alle parken, toch? Ja, ik zoek meestal de meest talentvolle mensen van de parken. En dat zijn eigenlijk altijd, ik wil graag dat er nieuwe jonge talenten naar voren worden geschoven. Die in zo'n pilot kunnen laten zien wat ze in huis hebben eigenlijk. En die haal ik dan van alle parken af. En inderdaad, dat moeten ook wat creatieve mensen zijn. Want ze gaan ook in het hele ontwikkelingsproces meedenken. Want vaak heb ik een idee, maar nog niet helemaal uitgewerkt. En wil ik graag op de vloer dat ze dingen gaan ontdekken. En zodat we samen tot een bepaalde vorm komen. Dus het moeten ook hele creatieve mensen zijn. Ze moeten natuurlijk ook bij elkaar goed kunnen passen. Dat is ook nog wel een dingetje. Ja, de klik. De ja. klik, ja. inderdaad. Ja. En dat ze ook fysiek een beetje bij elkaar passen.
En de een is wat meer op dans gespecialiseerd, de ander wat meer op zang, de ander wat meer op spel. En zo vormen ze met z'n allen altijd een heel mooi geheel. En meestal doe ik ook nog één of twee mensen die daar al wat meer ervaring in hebben. Die dan voor wat rust en stabiliteit in zo'n team kunnen zorgen, weet je. Dus, dat ze niet allemaal helemaal hyper de piep. Nee, precies. Ik zou te hysterisch zijn. Ja. Precies. Ja. Nee, superleuk. Wash-O-Matic, dat is dan de titel van de nieuwe show. Ja. Hoe ontstaat zo'n titel? Wordt eerst het eerste thema bedacht en dan de titel? Of kun je een klein tipje van de sluier ook oplichten? Ja, zeker. Dus eerst inderdaad was het hele thema bedacht. En dan plakken we daar gewoon een catchy naam op. En dat moeten we dan ook altijd even checken bij product development. Van is dat marketingtechnisch een goede naam voor alle landen, weet je wel. Dus dat doen we samen allemaal. Wash-O-Matic, ik zeg het al een klein beetje. Het gaat over een wassalon. En normaal gesproken is een wassalon heel erg saai. En zitten de mensen maar een beetje te wachten tot hun was klaar is. Ja. En de mensen die in deze wassalon komen, die proberen hun tijd een klein beetje te leuk in te vullen. En ze gaan de was en alles wat ze in de wassalon vinden, daarmee gaan ze, wordt hun fantasie eigenlijk geprikkeld. En daar duiken ze verschillende avonturen of leefwerelden in. En zo komen ze steeds ook weer terug. Nou, die was. Nou, fantastisch. Nou, wij hebben er heel veel zin in. Jullie ook. Het spat er nu al vanaf. Ja. Dus heel veel plezier vanavond. En dankjewel voor het gesprek. Graag gedaan. Veel plezier jullie. Dat was leuk. Mascha van Veen, inderdaad, toch wel een beetje de kracht achter zo'n show, hè, achter de schermen. Super tof om dat allemaal te horen. En zo komen we toch wat meer te weten natuurlijk. Hè. We gaan op naar de Markedome om eventjes alvast het decor te bekijken. Wat veel knopjes. Hier hebben we Hans van het pilotteam. Hans, vertel eens even. Jij bent van het licht en geluid, hè? Want dat is eigenlijk het allerbelangrijkste, toch? Dat weet ik niet. Maar vandaag alleen geluid. Wim die neemt het licht op zich. Dus ja. Je ziet hier de lichttafel inderdaad. Ja. En qua geluid is alles hier te vinden. Ja, dit is geluid. Ja. Dus hier komen straks alle bronnen binnen. Dus alle headsets komen binnen. De band starten we vanaf hier. Ja. En dan gaan we proberen om het allemaal zo mooi mogelijk te maken vanavond. Dat komt helemaal goed. Ik ga er in ieder geval mijn best voor doen. Toi, 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 Hans. Dankjewel. Oh, het gaat zo beginnen. Het is super spannend. Hier zitten allemaal collega's. En wat verwachten we? Ik vind het heel spannend. Yeah. Ik vind het heel lastig. Ik weet niet zo goed wat ik moet verwachten. Ja, ik ook niet. Met de wasmachines. Are you ready? Ladies and gentlemen, you've all been waiting to see and hear them. Please give it up for the stars of this show, the Santa Claus Entertainment Team. Thank you.
uit de eerdere vlog. Vertel, wat vond je ervan? Ja, ik ben echt een beetje onder de indruk. Ik vond hem zo vet. Vet, hè? En eigenlijk zoveel nummers gewoon in zo'n korte tijd. Echt fucking vet. Echt vet. Echt ja, vet gaaf, hè? Ik kan niet wachten tot we hem ook mogen doen. Moet je het laten bezinken? Ja, even laten bezinken. Nou, ik bezink met je mee. Ja, daar gaan we samen enig. Bezinken, hè? Ja, hoor. Anouk, wat vond je ervan? Ja, het is fantastisch! Hysterisch, hè? Nee, het is echt gewoon wat nieuws. Gewoon fris, ruiten, hoppa, lol, muziek, bam, knallen. Dat is heel gaaf. Ja, helemaal totaal wat anders, hè? Ja, zeker, ja. Echt heel anders. Er zaten heel veel verschillen in, maar echt een heel stuk moderne. Ja, echt heel super vet. Zo, nou dat was hem. Even stilte na de storm in dit geval. Wat een show, hè? Wat een spektakel. Nou, ik vond het fantastisch. Washoutmatic, de nieuwe highlight show bij Central Parks. Vanaf nu gaat hij uitgerold worden over alle parken. Heel langzaam natuurlijk. Ik geloof de vijf vogeltjesparken voor de zomer. Na de zomer de overige parken. Gaat dat zien, inderdaad. De nieuwe highlight show Washoutmatic bij Central Parks, inderdaad. Nou, eventjes duimpje omhoog als je deze vlog tof vindt. En even abonneren mocht je dat nog niet gedaan hebben. En dan zeg ik thanks voor het kijken. En heel graag tot volgende week. Tot weer een grande nieuwe vlog. Doei doei!